We gaan nu even over naar onze derde gast die dan niet in de studio is, maar met wie dat we vooraf een interview hebben afgenomen. Dat is Christophe de Busser van de politie, voormalig prostitutiecel en nu cel diversiteit. En daarna praten we een beetje verder met onze gasten hier over het gesprek en over hun eigen leven in Antwerpen. Ik ben dus Christophe de Busser. Ik ben een hoofdinspecteur. Ik werk van 2002 bij de politie van Antwerpen. En de celdiversiteit die bestaat van 2001. Dat is ontstaan door de commissaris François Vermeulen. En dat was vooral extern gericht. Dus een heel externe werking, gericht naar partnerschappen. Dankjewel. Met gemeenschappen. Dat is eigenlijk de basis daar. Want er waren wel wat problemen in die tijd. Hè. De rellen op de Turnhoutse baan dat daar in die tijd waren. Dus vroeger was dat echt heel veel gericht op gemeenschappen en dan vooral naar etniciteit. In 2006 was hier voor de eerste keer in Antwerpen een heel groot LGBT-evenement, de Navigation, heb je dat nog gehad. Mm-hmm. En toen deed ik mijn job hier bij de politie, waar ik hier patrouilleur, zoals iedereen, inspecteur. En ik ging naar die baas, François Vermeulen. En ik zei ze van, zullen we eens iets niks doen op dat grote evenement rond holibies? Want toen spraken we nog niet over LGBT's, er waren nog holibies. Ja. En François zegt tegen mij van, ja, dat is goed, doe maar iets. Hè. Dus dan zijn we daar naartoe gegaan, de eerste keer, met zo'n infostandje van de politie, om daar eens te gaan kijken, kunnen we hier iets betekenen? Ja, is dat nuttig voor de politie om hier te zijn? En we merkten al wel direct dat wel goed werd onthaald door de gemeenschap. Van, ze herkenden mij wel, of ze herkenden wel iemand anders dat er dan bij mij was, ook een homo-collega. Dus dat werkte wel goed. En sindsdien is het dan verder gegroeid dat we deelnamen aan de Gay Prides en zo. In 2013 was het de eerste keer, in 2014 de eerste keer in uniform. Dus dat is wel grote stappen dat we gezet hebben sinds 2006. Maar die beleidscel, of de dienstdiversiteit, is eigenlijk veel ruimer dan dat. En ik zei het net al, dat is gegroeid uit een werking, een externe partnerschappenwerking met gemeenschappen met etniciteit en religie en zo. Maar ik denk dat onze troef in Antwerpen is dat we dat heel ruim aanpakken. We gaan nooit doelgroepengericht werken. We pakken een algemeen diversiteitsbeleid, wel met accenten dat we anders kunnen leggen, maar heel ruim. Zowel intern onze organisatie als extern naar de buitenwereld. Okay. Ik was even aan het kijken op de site van celdiversiteit. Ik zag ook inderdaad met die klachtenprocedure, er is een programma van Meld Het. In verband met seksuele geaardheid stond er iets op gender. Ik was een beetje aan het kijken in verband met sekswerk. Ik vond het toen ook wel opvallend dat er zo niks stond van word je gediscrimineerd of aangevallen omwille van je beroep. Omdat ik denk dat sekswerkers ook een heel kwetsbare groep is, gewoon door het feit, door het werk dat ze doen. Ja. Is dat iets binnen diversiteit waar jullie ook aandacht aan schenken? Of beroep is geen beschermd criteria in de antidiscriminatiewetgeving. En sekswerk is ook geen beroep. In Antwerpen valt dat onder het gedoogbeleid. De politie, of het parket, of de bestuurlijke overheid. Wij gaan nooit zeggen, wij gaan nooit de arbeidstijd reguleren binnen de prostitutie. Ik besef dat dat een groot probleem is. Dat is ook voor mij persoonlijk een probleem. Ik ben politieman. Als ik word aangevallen omwille van mijn beroep, ben ik niet beschermd. Er zijn wel een paar andere trucs die we kunnen doen, maar zal ik hier niet op de baan zetten. Maar voor sekswerkers is dat hetzelfde. Of transgenders, ook. Je hoeft daarom geen sekswerker te zijn. Als transgender, die worden heel makkelijk slachtoffer. We hebben pas de cijfers nog gelezen. Dat is heel veel een hoog zelfmoordpercentage. Dus we hebben gedaan. Ik heb de Meld Het-campagne ook in het Engels laten maken. Ook nog voor iets anders, voor het CV-project eventueel, als we het gebruiken. Maar ook voor de sekswerkers van het Schipperskwartier in eerste instantie, omdat die gemakkelijk te bereiken zijn door andere hulporganisaties, Pajoke of Gapro, of door onszelf als we er dan toch contact mee hebben. Maar daar hebben ze wel iets aan. Dan zien ze, slachtoffer omwille van wie je bent, meld het, vertaald in het Engels, victimized because of who you are, report it. En dan staan er zo wat
concrete feiten rond waar je slachtoffer kunt van worden. En eigenlijk zijn dat de feiten van de Call 13 van 2013. Dat is een omzetbrief van het parket die dat zegt wat de haatmisdrijven zijn. En wie dat welke rol moet oppakken in de behandeling van die haatmisdrijven. Dus de rol van de politie is omschreven, met referentiepersonen en zo. De rol van het parket is goed omschreven. De rol van de rechters is omschreven, en met strafverzwaring en zo. Dus dat willen we laten doorsijpelen naar ja, de eindgebruiker, of de bevolking, zal het zo maar zeggen. Dat is een verwarrend woord, maar het is wat het is. Hè. Dus als je die boodschap kunt overbrengen naar de transgendergemeenschap of de sekswerkers, die gaan ook wel hun ogen open gaan van ah, ik kan met de politie ook terecht als ik slachtoffer word, omwille van mijn gender, bijvoorbeeld. Hm. Of omwille van hoe dat ik eruit zie. Of het maakt eigenlijk niet uit. Je hebt dat niet per se nodig, dat beschermcriteria, beroep. Je gaat het onder iets anders kunnen zetten. Hm. Goh, allee, ik stel mij gewoon voor, allee, je zit in het park te werken, er gebeurt iets tegen u. Ja. Jij gaat naar allee, de politie. Ik vermoed allee, dat ook moeilijk is voor u om je verhaal te doen. Ja. En allee, dat je sowieso ook een bepaald vooroordeel misschien zou kunnen krijgen bij de politie, van ja, wat zat jij in dat park te doen? En, allee, Daarom denk ik, dus je hebt eigenlijk twee soorten politiemensen. Het eerste lijns patrouilleurs, de mensen met de combi dat ter plaatse komen als er een incident gebeurd is. En iemand heeft er 101 of 112 gebeld. En dan hebben we de regiopolitie, of de prostitutiepolitie, dat wordt er ook bij de regiopolitie. Daar kun je wel makkelijker, denk ik, met je verhaal terecht. Die mensen gaan daar direct doorkijken. Die zijn dat gewoon om erover te praten. Die durven dingen benoemen zoals ze zijn. Die kennen het prostitutiemilieu. Die weten wat het doorleeft, die weten ook de gevoeligheden dat er zo wat tussen zitten. Die weten ook onze partners te vinden. Hè. Als wij iemand hebben van in het Stadspark bijvoorbeeld, waar dat trouwens redelijk weinig feiten gebeuren, ik kan het zo makkelijk meegeven, dan weten wij wel dat Boys Project daar actief is. Intern de politie is dat ook wel goed geweten dat we een prostitutiecel hebben. Dus als er iemand problemen heeft met iets dat met prostitutie heeft te maken, en dan betante madame in de vitrine of zo, of een ambetante tippel prostituee van de Atheneumbuurt, of een jongen van het Stadspark, die gaan wel de reflex hebben om ons een e-mail te sturen met het pv dat ze eventueel gemaakt hebben op het verslag, zodat wij bij de prostitutiepolitie er al vanaf weten. Hmm. En dan kunnen wij ook eens gaan kijken van, is er al iets in het verleden mee gebeurd? Zijn er al andere dossiers? We kunnen dat dan fatsoenlijk opvolgen en eventueel zelfs opschalen naar een hoger niveau, naar de recherche of naar de federale politie, als er echt iets achter zit van een netwerk. Ik vroeg mij ook wel af, aansluitend op Stijn zijn vraag, naar mensen zonder papieren die gezegd hebben van, we hebben toch wel hele vervelende, is dan een understatement, ervaring met de politie. Mm. Is dat iets waarvan dat je nu al merkt of intenties hebt van, we moeten die banden ook met de toeleiders, zeg maar, dat er wel wat herstelwerk nodig is om Dat is ruimer dan dat. Dat gaat niet enkel over sekswerkers. Ja, tuurlijk, politie Antwerpen heeft een imagoprobleem wat dat betreft. Mm-hmm. Ik ga er ook niet onnozel over doen, dat is wat het is. En ik zeg dat altijd hetzelfde eigenlijk. Als je vindt dat als je onrecht bent aangedaan, ook al heb je een verblijfstatuut wat dat niet zou mogen in België, dat je in een procedure zit of dat je illegaal bent of dat je een bevel hebt gekregen of gelijk wat, en je wordt slachtoffer van politiegeweld, meld dat bij de politie. Eigenlijk is dat ondergeschikt aan hetgeen dat er niet gebeurd is. Ik krijg die vraag van Boys Project ook wel, hè, want die hebben ook wel Ik stel er ook wel vraagtekens bij als er een illegale sekswerker naar de politie zou komen als hij slachtoffer wordt van slaag en verwondingen. Ja, wat gaat het dan doen? Gaat het dan een pv maken voor illegaliteit of een pv maken voor slagen en verwondingen? Mm-hmm. Daarom zeg ik van, probeer die direct bij het prostitutieteam binnen te krijgen. Daar zijn ze wat vertrouwder met dat thema. Dat is hetzelfde als met de Atheneumbuurt bijvoorbeeld. Dat is een project dat ik 5 jaar gedaan heb. Heroïneverslaafden van de Atheneumbuurt.
Ja, ik weet ook dat die allemaal heroïnespuiten in hun zakken bezitten. Of gelijk wat dat eigenlijk niet mag. Maar voor mij primeert dan de juffrouw daarachter. Die wil ik in een traject krijgen om naar de frikkel in te gaan of contact met de familie of weet ik wel, soms gaat dat over internering, ja, dat kan zijn verschillende oplossingen. En dan is die drugs voor mij minder belangrijk. Ook al moet ik dan mijn job doen. Hè. Met illegaliteit is dat eigenlijk hetzelfde. Staat dat op gespannen voet met het huidige stadsbestuur, die dat toch een vrij expliciete war on drugs hebben verklaard? Zie je daar eigenlijk ook tussen deze stadsbestuur en het vorige? Ik zie er eigenlijk geen verschil in. Want heel veel mensen vragen dat aan mij. Hoe is dat nu onder de nieuwe burgemeester? Zo'n nieuw is dat ook al niet meer. Mm-hmm. Maar eigenlijk voor die zaken maakt dat niet veel uit. Dat beleid was er al voordat meneer De Wever op die stoel zat. En wij blijven dat gewoon verder zetten. En die actoren blijven hetzelfde. Mm-hmm. Je hebt nog altijd een prostitutieambtenaar. Je hebt nog altijd een bajoken. Je hebt nog altijd GAPRO, nog altijd Boys Project. Nog altijd een cel prostitutie die dat goed draait. En waar dat ze goede vernieuwingen en zo aan het doen zijn. Dat draait en dat wordt verder verfijnd. Ik vind dat eigenlijk een vraag is dat er nu toe doen. Voor diversiteit is dan net hetzelfde. Mensen vragen dat ook van, wat is er nu eigenlijk om diversiteit? En ik praat er ook wel over met het stadsbestuur op die manier. Van, ja, jullie hebben mij nodig, ik heb jullie nodig. En zonder elkaar gaat dat niet gaan. Maar als er op een bepaald moment een richtlijn komt die dat zegt van ja, imagoverlagende winkels moeten zoveel bijbetalen, zal ik maar zeggen, dan is dat toch iets wat zeer sterk met een diversiteitsbeleid confronteert. Ik vind, daar zit wel meer achter dan dat. Want wat je daar zegt, dat staat in de krant op die manier. Imagoverlagende tekst en dan doet er een nightshop uitbater zijn verhaal. Maar eigenlijk zit er wel wat meer achter dan dat. We hebben, het stond nu, ik denk vorige week in de krant, over die massagesalons. Ja, wij willen als stadsbestuur of als politie of als gerechtelijke overheid een zicht hebben op wat er allemaal zit in die stad. En de enige manier is om daar naartoe te gaan en controles te doen en dat binnen onze voorwaarden te laten plaats hebben. Want eigenlijk mag je dat niet. Hè? Eigenlijk moet je een haast van ontucht open houden. Maar we hebben besloten, ik heb dat niet besloten, de stad heeft dat besloten, in 2001 al denk ik, dat we een geïntegreerd prostitutiebeleid gaan voeren, waar dat we bepaalde zaken gaan gedogen, hè, onder andere het concentratiegebied dat dan gestart is in het Schipperskwartier, net om die zaken zichtbaar te houden. Wij gaan niet alles dicht doen. Wij gaan niet iedereen wegpesten. Wij gaan, het concentratiegebied is gecreëerd. Dat is al 15 jaar geleden, denk ik. Ik weet nog juist een datum niet. Er waren voor de centralisatie 310 ramen in heel de stad Antwerpen. Ook hiernaast in de Van Schonnevenstraat en in de Kortwinkelstraat. En overal waren die zo verspreid. Maar we hadden er zo geen zicht op. We wisten niet wat er gebeurde achter de separé. Door dat allemaal te centraliseren in die drie straten, hebben we dat wel kunnen organiseren, zodat we wel weten wat er gebeurt. Zodat we die dames kunnen laten werken binnen fatsoenlijke werkomstandigheden. Elk pand moet een keuring doorstaan door de brandweer en door de politie en door de stad, waar dat ze zien van, dat is hier inderdaad genoeg vierkante meters, fatsoenlijke verluchting en verlichting, hier is voldoende sanitair, dat is hier een afwasbare matras. Al die voorwaarden hebben wij niet bepaald. Dat is één stukje. Dat is een heel belangrijk punt, denk ik, van dat prostitutiebeleid. We gaan zaken toelaten, ook al zijn die verboden door de wet. Je mocht ook bijvoorbeeld niemand afzetten dat gaat werken als prostituee. Dat is ook verboden door de wet. Je mocht niet aanzetten tot ontucht. Dus eigenlijk als een mevrouw in het raam gaat staan, in een bikini, en die zwaait naar u en die zegt van het is 50 euro, ja, mag je dat eigenlijk ook horen. Dus zijn wel een paar zaken dat we niet toelaten. Tippelprostitutie, in de ateneembuurt mag niet. Je mag enkel maar werken als prostituee in het Schipperskwartier. Of in andere zaken dat een vergunning hebben als seksinstelling. Maar de openbare orde verstoren door daar in het midden van de straat te gaan staan,
en auto's tegen te houden, dat kan niet. In het stadspark is dat iets anders. Daar gaan die jongens, die gaan daar niet heel actief andere mannen rondslaan. En je weet, dat is een ander spel dat daar gespeeld wordt. Hè. Daar gaan ze niet met sexy kleren op de hoek van de straat staan en zwaaien naar elke auto. Of elke auto dat daar stopt, op het raam klappen of in een auto springen en zeggen van het is 50 euro of minder. Hè. Dat is anders. Er gebeuren, bij mij weten, geen aanhoudingen voor verstoring van de openbare orde in het stadspark. En dat in één buurt wel. Ook omdat de buurt daar heel veel op reclameert. Het stadspark wordt eigenlijk weinig op gereclameerd. Daar is een ander probleem. Hè. Je hebt daar soms wel van die, nu is al een paar jaar geleden, mannen dat daar dan rondhangen in dat park, echt doelbewust om homoseksuele jongens of mannen dat seks hebben met mannen, hè, om die te gaan aanpakken. Of klanten dat er komen te gaan aanpakken. Daarom hebben we ook die Melted-campagne gedaan, gericht naar daar, op de Quinte Matthijs en het centrum. Hè. Omdat we merken dat die mannen zeker niet bij de politie geraken. Nee, dus een sekswerker, dat zou nog lukken via Boys Project eventueel. Maar een klant dat daar wordt aangevallen of dat onrecht is aangedaan, ja, die durft dat niet komen vertellen tegen de politie. Hè, die hebben schrik om geout te worden, die durven zaken niet benoemen, die hebben schrik om het woord pijpen te zeggen bijvoorbeeld, of die hebben schrik om te zeggen dat ze... Die twijfelen misschien van, oei, misschien was dat wel een minderjarige, ik heb daar misschien nog meer problemen mee dan ik ga het laten wat dat is. Op Linkeroever is dat trouwens hetzelfde. Op het park aan de Park and Ride. Hè. Mm-hmm. Misschien moeten we als pauzemomentje ook nog eens aan Christophe vragen of dat hij geen goeie seksnummer heeft. Om te spelen. Seksnummer? Ja, we gaan heel de uitzending door nummers draaien die toch wel leuke seksnummers zijn, al dan niet betaalde seks. Heb jij zo'n favoriet nummer, Christophe? Dat is wel een vraag die mij een beetje overvalt. Meestal vragen mensen niet aan de politie. Ik durf het ook alleen maar vragen omdat je niet in uniform bent. Dus heb jij een seksnummer, Christophe? Meld het dan nu, zou ik zeggen. Of zoiets van horen zeggen, hè, Christophe? Ah ja, maar ik ben een grote fan van Madonna. En Madonna heeft enorm veel seksnummertjes. Okay, iets in het bijzonder dat je heel goed vindt? Of draaien we gewoon om het even wat dat we zelf sexy vinden van Madonna? Ik vind het nummertje Human Nature van Madonna een heel goed nummertje. Met een heel mooi clipje trouwens. Dus iedereen YouTube'en die handen. Het is echt een heel kinky clipje. Oké, super. Dan gaan we dat opzetten. Hè? Ja, dat is goed. Perfect. We gaan even over naar het tweede deel van het interview met Christophe de Busser. En daarna switchen we terug naar de studio met Jasper en Raphaël. Ik zeg, hoe is jouw naam? Ik heb het niet verstaan. Ik vraag, hoe is jouw naam? Trouwens, omdat je zo zegt, van, dat komt niet zo vaak voor dat mensen aan een politieagent zijn seksnummertje vragen. Op zich, en dat is misschien iets voor een andere uitzending, kan ik mij nog wel inbeelden dat je ook geregeld benaderd wordt, aangezien mensen wel vallen op mannen in uniform. Ik weet niet, is dat iets bij het werk in het prostitutieteam dat je al wel eens meemaakte? Dat je al dan niet serieus of op een speelse manier... zo door die gasten wel werd benaderd, of dat je zelf zo wel... Goh, ik heb dat wel eens meegemaakt. Of dat ze testen of zo op een bepaalde manier, om te zien wat voor vlees we in. Mijn is zozeer, wel mijn vrouwelijke collega's in het Schipperskwartier, die worden wel elke avond of elke nacht getest. Ik heb dat ook wel eens met een paar cliënten van Boys Project meegemaakt, omdat ze mij dat wel kennen. Uh-huh. Maar ja, dat zijn, ik moet dat natuurlijk niet zeggen, dat zijn dingen waar je zeker niet kunt op ingaan. Uh-huh. En ik benoem dat ook wel direct. Vind ik wel heel gemakkelijk om onmiddellijk te benoemen. En dat is ook wel makkelijk voor dan de jongen in kwestie, dat hij weet wat hem aan toe is. En dat hij ook gewoon zijn verhaal kan vertellen, zonder dat er ergens dat er schrik moet hebben, dat ik hem niet begrijp of zo. Ja. Ik had dat bij vrouwelijke sekswerkers trouwens ook. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik homo ben. En die volgde me dan ook wel op Twitter en op
de media zo en dan dacht ze, ah ja, dat is die een homo, daar kan ik tegen zeggen als ik wil. Die gaat er ook niks achter zoeken. Die gaat me eens scheef bekijken als ik hem in een bikini in een vitrine sta. En eigenlijk dat prostitutiebeleid, want we zitten eigenlijk veel over vrouwelijke sekswerkers te praten, maar er zijn er ook veel mannelijke sekswerkers. Ja, natuurlijk. Je hebt sowieso al heel veel in de transshop dat daar actief is, vooral in het raam dan. Er zijn geen mannen in het raam aan het werk, toch niet als man op zich. Maar je hebt wel heel veel transseksuele, travesties, transgenders, alles wat dat er zo rondhangt. Ik zit daar in het Schipperskwartier. Dat gaat over, ik denk, iets van een 5-8% dat er toch wel tot het tegendeel behoort. Mannenprostitutie, dat blijft dikwijls nogal onder de radar. Wel op internet natuurlijk. Zo het stadspark, ik denk dat dat een beetje voorbijgestreefd is. Mensen, er zijn andere, veiliger kanalen om aan seks tegen betaling te geraken met een man. En die zijn ook niet zo alle hinderlijk. Het stadspark is toch een risico dat je daar gaat staan. Zeker voor de sekswerker op zich. Je kunt dan makkelijker, denk ik, een klant op internet of in een bar of gelijk waar oppikken. Sekswerkers in... ik zie dat wel een groot verschil tussen mannen en vrouwen op dat gebied. Mannen die spelen eerder het spel van de verleiding en die gaan eerst wat toenadering zoeken. En dan gaan ze pas zeggen van, ja, ik ben prostituee. Als je met mijn seksuele betrekkingen wil, dan zal u dat zoveel kosten. Ja. Ze gaan dat wel, ik denk, iets anders verwoorden. Maar het duurt wel even. Ja. Bij een vrouw gaat het veel sneller. Je klopt op het raam en die zegt gewoon, het is €50 en dan pijp ik u. Het is €80 en dan mogen we mij doen wat je wilt. Ja. Bij manier van spreken. Dus... dat is anders, dat spel. Ja. Dus in jullie, omdat in die gedoogzone zei je van, zitten dan eigenlijk vooral de vrouwelijke of de transsekswerkers, ja. Maar dan de mannelijke, die zitten dan eigenlijk een beetje... verspreid. Ja, ja. Dus heel veel op internet. Want mannen kunnen ook thuis klanten ontvangen, dat mag, dat is niet verboden. Het zou wel kunnen dat daar de politie over de vloer komt, maar dat is niet om u aan te houden of zo. Wij doen die controles bij adverteerders of adverteerders thuis om te zien dat er zeker niks mis is met gedwongen prostitutie of mensenhandel. Stel, prostitutie heeft een aantal kerntaken, waaronder het Schipperskwartier, een heel belangrijke, straatprostitutie. En dan alles wat er valt onder verborgen en verdoken prostitutie. Dat is heel ruim. Dat zijn ook de paaldansclubs, de massagesalons, de thuisontvangsten, internetadvertenties. Dus dat zijn een paar projecten die lopen binnen het prostitutieteam. En dat komt gewoon aan bod. Wij gaan niet iemand daar achter een computer zetten en die voltijds laten het internet afschuimen naar online advertenties. Dat niet. Maar dikwijls komen er ook wel meldingen binnen van de buurt of een buurtbewoner dat zegt van, oh, hier naast mij is er wat overlast, want hier woont iemand en daar komen 20 mannen op een dag over de vloer. Ik word er een hoop gekreun en kettingen gerammel of zweepslagen of ik weet niet wat. Doet er iets aan, want dat is niet meer leefbaar op deze manier. Dan krijgt dat wel een andere prioriteitscode bij ons en dan gaan we daar sneller naartoe gaan. En anders zoeken wij op het internet. Wat dat voor ons interessant is, dat is vooral één gsm-nummer waar dan meerdere jongens aan hangen, of meerdere meisjes aan hangen. Dat kan wijzen op uitbuiting. Dus we gaan prioritair de zaken behandelen waar we denken dat er risico aan verbonden is. Minderjarigen, gedwongen in de prostitutie, slachtoffer van mensenhandel. Dat zijn voor ons de belangrijkste zaken om te gaan controleren eerst. Hè? Want we hebben zoveel sekswerkers in Antwerpen dat we moeilijk zeggen van we passeren elke maand eens, of één keer per maand eens bij elke sekswerker. Ja. Dat gaat niet. In het Schipperskwartier is dat gemakkelijker. Dus je moet dat selecteren. Je gaat automatisch een hoger risico identificeren en daar gaan we dan naartoe. Of je gaat je controles aansturen naar dat. Of reageren op meldingen van de buurt, bijvoorbeeld. Ja. Zo, die discrepantie tussen Antwerp Pride, dat er dan veel kan
en iets waar dat alle mensen, waar dat elk jaar altijd wel mensen zijn die zeggen van eigenlijk gaat dat toch te ver over qua naaktheid. En Aaron Malinsky stond ook in de knak van half copulerende scènes. Ja. En dat de bewoners van langs dat traject toch beter verwittigd moeten worden. En of het zo is dat wanneer dat zo door de stad gesteunde events zijn, dat er zo wel wat meer kan. En dat dat dingen zijn die dat in een andere context de bom op zouden gaan. De mensen dat aan werken op die dag, ja, dat zijn ook allemaal politiemensen. Die horen niet allemaal tot het netwerk diversiteit. Als die strafbare feiten zien, wil die een PV maken. Mm. Of op zijn minst vragen aan de leidinggevende van wat gaan we daarmee doen? Yeah. En dat gebeurt wel. Dat ze dat dan vragen van wat gaan we daarmee doen? En dan hebben wij een team, dat zijn de bemiddelingsteams, noemt dat. Die gaan dan die personen aanspreken en zeggen van dit kan niet, want dit of dat is er toch wel een probleem. Die hebben nog andere dingen, die gaan ook bemiddelen bij betogingen en zo. Dus dat is niet enkel dat die voor de Gay Pride worden ingezet, dat is ook voor allerhande soorten van bemiddeling. Eigenlijk om te voorkomen dat er aanhoudingen moeten gebeuren door een slechte communicatie. We kunnen heel repressief mensen gaan aanhouden, maar de bemiddelingsteams zijn eigenlijk een schakel daartussen. Hmm. Die hebben bijvoorbeeld bij heel veel betogingen met jongeren gaan praten van blijf hier niet rondhangen, ga naar huis. Hmm. Wandel niet langs daar, want daar staat de politie te wachten op jullie, omdat we weten dat jullie niet mogen betogen, maar je toch gaan verschijnen. Ga langs daar. Of gedraagt u, of doet je spandoek niet open, of allez, zo van die dingen. Ja, maar ik kan me dat wel voorstellen dat voor veel politieagenten dat het toch wel belangrijk is om ook daarin mee te lopen, om misschien ook nieuwe ideeën te krijgen van wat kan en wat kan niet. Want uiteindelijk blijft dat toch allemaal misschien een beetje subjectief of zo. Als iemand die daar niet gewend is om binnen een prostitutiemilieu of weet ik wel allemaal te werken, die zal misschien veel repressiever reageren dan iemand die daar wel. Een prostitutie scène of een gay pride, ik zou dat niet willen. Ja, nee, maar dat is gewoon als voorbeeld. Iemand die daar. Ja, ons principe is dat elke politieman of vrouw van gelijk welke afdeling of dienst een open blik moet hebben over dat soort van zaken. Mm. Of dat je nu in contact komt met iemand van de prostitutiescène, of met iemand, een dakloze op straat, of met een diep religieuze moslim. Mm. Je moet iedereen op dezelfde manier kunnen behandelen binnen ons kader van de politie. Daarom hebben we ook een diversiteitsbeleid. Hmm. Zodat de collega's duidelijk weten van wat is ons kader, wat we moeten tussen werken. Maar aan de andere kant, al die mensen hebben ook hun eigen persoonlijkheid en die staan met hun eigen voeten in onze maatschappij. Die weten wat er allemaal leeft. Ja, die mogen er een eigen mening over hebben. Hè. Maar in hun job moeten ze wel handelen volgens onze principes. Hmm. Maar gelukkig, als ik al zei, in zo'n Gay Pride, ik vraag altijd ook heel bewust aan de organisatie om ons vooraan in die parade te laten meestappen. Zodat we daar zeker niet per ongeluk tussen twee wagens staan, waar dat er half naakte mannen op staan bijvoorbeeld. Of mannen met een fetish voor uniformen bijvoorbeeld. Ja. Dat willen we ook niet. Dat kan misschien wel heel toffe beelden opleveren. Maar je wilt toch wel als politie je geloofwaardigheid niet verliezen. We mogen geen karikatuur worden van onszelf in zo'n parade. Daarom heel bewust die keuze om vooraan achter de regenboogvlag voor net die onafhankelijkheid te bewaren. Ook in de politieke partij bijvoorbeeld. De politie is niet afhankelijk van die politieke partij. We hebben ons eigen visie, ons eigen beleid. En dat is hier een democratie. Hè? Iedereen mag hier zeggen wat we willen. Wij blijven neutraal. Ja. We hebben het nu heel veel over sekswerkers gehad, maar ik vermoed, als je echt wilt werken aan een beleid tegen gedwongen sekswerk en zo, dat je ook een beetje de klanten, de sekswerkklanten moet proberen te beïnvloeden. Of zijn er campagnes daar rond om cliënteel eigenlijk meer aan te spreken op je verantwoordelijkheid? We hebben de klanten van tippelprostituees, die worden beboet in de ateneumbuurs.
Dat is een gasboot dat die krijgen. Klanten van het schipperskwartier gaan we doen regelmatig controles, maar heel gerichte controles. Om te kijken dat er geen verboden wapendrecht is, dat er geen drugs is, dat er geen gesijnde personen en zo rondlopen. Dus dat wordt heel goed opgevolgd. Ook met cameratoezicht is er heel gerichte controles. Voor het stadspark eigenlijk worden er geen gerichte controles gedaan. Wij rekenen dan eerder op het Boys Project om dat te laten doordringen bij die sekswerkers. Van, laat het zeker weten als je niet respectvol behandeld bent. Geeft van die klant een goed signalement, schrijft die nummerplaat eventueel op, geeft dat door aan de politie. En dan kunnen wij nog zien, als er iets strafbaar gebeurd is, kunnen wij het nodige doen. Als er niks strafbaar gebeurd is, maar dat eerder gaat over taalgebruik of over onrespectvol gedrag of zo, dat we daar een verslag kunnen van maken dat hij op zijn minst gekend is bij de politie. En als er dan later nog iets gebeurt, dan heb ik het over haatmisdrijven bijvoorbeeld. Dus later loopt dat toch eens uit de hand en diezelfde nummerplaat of diezelfde persoon komt dan toch terug, dan kunnen we dat wel samenpakken en dan kan dat gebruikt worden in het dossier. Dus dan is dat een verzwarend element of een extra belastend element dat dan terugkomt in het dossier. Ja. Maar rond klanten, dat is misschien wel een opportuniteit om eens te doen. Ik denk wel in Duitsland gebeurt dat wel, dat weet ik. In Amsterdam hebben ze zelfs een meldlijn voor klanten, waar dan mensen kunnen naar bellen als ze denken dat een sekswerker slachtoffer is van mensenhandel of van gedwongen prostitutie. In België hebben we dat niet. We hebben wel de blauwe lijn natuurlijk. En die oproep krijgen we soms ook wel binnen. Dat er een klant, meestal bellen ze dan omdat ze niet tevreden zijn over de diensten van de prostituee. Maar daar kunnen we dus niks aan doen, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dat is niet echt iets wat we hebben. Ik denk wel, als we zoiets doen, dat daar wel moet samengewerkt worden met onze partners, hè, zoals Pajoko bijvoorbeeld, of met Boys Project. Omdat dat toch wel waar een ruimer draagvlak moet hebben dan enkel de politie. Mm. Op zijn minst de stad. Mm-hmm. En ik denk ook dat we dat misschien iets ruimer kunnen aanpakken dan alleen Antwerpen. Mm. Dus prostitutie is een heel dynamisch gegeven. Dus iedereen pendelt maar op en af tussen steden of landen. Mm. Ik denk wel dat een respect voor de prostituee, ik denk dat dat wel een goede campagne zou zijn.